Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, toespraak president Santokki, International Energy Conference and Exhibition 2022 in Guyana. Bilateraal gesprek president Santokki en premier Mia Mottley van Barbados. IMF Staf en Suriname bereiken akkoord eerste evaluatie Extended Arrangement under the Extended Fund Facility. Minister David Abiyamofo gaat in op gesprekken in Panama en Guyana. Minister Kenneth Amoksi benoemt functionarissen KPS verandermanagement team. En Bestuurkunde Week moet studierichting Public Administration op ADEC profileren. President Chandrika Prasad Santokki heeft op dinsdag 15 februari 2022 de International Energy Conference and Exhibition 2022 in Guyana toegesproken. In zijn toespraak heeft hij het gehad over het beleid en de visie in zaken duurzame energie aangaande het nationaal belang van Suriname. Wij voeren u terug naar dat moment. It sings perfectly with the spirit in which we both have cemented our relationship since we took office. A strong, committed, and strategic cooperation building resilient societies and economies as good neighbors. Fostering an economy, but also a society towards a sustainable energy future, keeping in mind the enormous investment needed, the technological skill sets and expertise to be applied, as well as economies of scale and major decisions to be made requires us to work together. Both Guyana and Suriname are on the path of development towards a sustainable economy that will make the transition from carbon-based energy to green energy. That commitment is there, voiced on many occasions. The question is more, how do we make that transition utilizing the newfound natural resources wisely, utilizing modern technology to lay a solid foundation for a more diversified economy for generations to come? We must realize the challenging times we live in. Apart of the pandemic and global financial and development risks, we also face the impact of climate change and now also of looming global instability as a consequence of political conflict. All of these will have an impact on the energy generation demands, flows, and prices. So, ladies and gentlemen, it is not only that we must transition from one energy source to a cleaner and renewable one, but also we must consider how energy itself will transform our lives and our economies as we go forward. I certainly believe that Suriname and Guyana, with these new resources, can help mitigate the global energy poverty, which makes it difficult for almost a billion people to develop a productive livelihood. In
In de Coöperatieve Republiek Guyana heeft president Santokki op maandag 14 februari 2022 een bilateraal gesprek gehad met premier Mia Motley van Barbados. Gedurende dit onderhoud is er gesproken over de bilaterale samenwerking en de versterking van de diplomatieke banden tussen Suriname en Barbados. I know that in talking to President Dali just now, your concerns and your solutions with respect to the transport issue is real. We believe that the relationship between countries in CARICOM will only strengthen if there are air and sea bridges that make the difference in the movement of people. And it's the most strategic decision we've been talking about it way too long. We need to make things happen. To that extent, we see the Southern Caribbean anchored by traditional ferry in terms of Suriname, Guyana, Trinidad, Barbados. And then we see the opportunities for fast ferry between Trinidad, Barbados, and Lucia, Grenada, and the southern component. And then on the northern point of the island chain, we'll have another link between Antigua, St. Kitts, Dominica, the Northern Caribbean chain, the French Islands. And then you have another western corridor that is traditional ferry moving across to the west all the way to the Cayman Islands and Belize. So that if you see the Caribbean Sea as four zones, the question is how do we map out those four zones, two for traditional ferries and air transport, of course, and two for the fast ferry route. Because of the difficulty in getting it off the ground, the proof of concept really therefore is the most important thing. I had explained to Irfan, President Dali, that just before we came here in March 2020, we had gone to UAE and had discussions with them about coming in with us to anchor this as their contribution to the Caribbean community, working with us, not exclusively. So it would be a combination of some equity, some loan financing, working with regional players, public and private. They have now come back 2 weeks ago and said, look, can we start the discussions again? And I've asked Professor Assad, who's with us, to be able to lead on our end, triggering it, because he's well familiar with the project. The difficulty, of course, is that as you move out of the traditional ferry movement, you're still dealing with deep water. And therefore the type of vessel is critical. And even though there's some movement between some of the islands, particularly the French islands that are closer together, it's not going to be sufficient. Those vessels are not sufficiently resilient and capable of moving with the smoothness that the others that pierce the Tussen Suriname en het IMF is het Staff Level Agreement, SLA, bereikt over de eerste evaluatie van het programma betreffende het economisch herstel van Suriname, welke ondersteund wordt door de Extended Fund Facility, EFF. Hiermee is de weg vrijgemaakt voor de tweede tranche betaling van circa $57 miljoen. Deze zal plaatsvinden na de formele goedkeuring door de Raad van Bestuur van het IMF op 23 maart aanstaande. De verdere voortgang van het IMF-programma is vorige week geëvalueerd en op grond hiervan komt het IMF tot een positieve beoordeling. Het economisch beleid richt zich op het continueren middels het verhogen van de begrotingsconsolidatie en de sociale uitgaven, onderhandelingen over het te bevorderen schuldherstructurering met crediteuren, het versterken van het nieuw monetair beleidskader, het aanpakken van de kwetsbaarheden van de banksector, witwassen van geld, corruptie en andere tekortkomingen. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, die ook deel uitmaakt van de presidentiële delegatie in Guyana, heeft daags voor zijn reis naar het westelijk buurland ook geparticipeerd aan de Energy and Climate Partnership van de Amerika's in Panama. De bewindsman heeft onder meer gesprekken gevoerd met de internationale oliecorporatie
Sinook in Guyana en met zijn counterpart over een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van natural resources, de gezamenlijke exploitatie en ontwikkeling van bauxiet in West-Suriname en Oost-Guyana. In gesprek met Communicatiedienst Suriname vertelde minister meer hierover. Ja, klopt. Inderdaad. Ik ben voor de delegatie aangekomen omdat ik in een andere sessie was in Panama van de Energy and Climate Partnership van de Amerika's. Dus ik ben dan gelijk naar Guyana afgereisd omdat ik wat voorbesprekingen had. Is gesproken bijvoorbeeld met International Oil Company CNOOC. Maar ook bijvoorbeeld met mijn collega van natuurlijke hulpbronnen van Guyana. Dus die gesprekken zijn gevoerd omdat wij met name met Guyana werken richting een MOU op het gebied van natural resources. We willen gezamenlijk gaan exploreren de mogelijkheid om samen bauxiet te ontwikkelen in het West-Suriname gebied, Oost-Guyana. Wij hebben wat bauxiet afzettingen nog in West-Suriname, zij hebben afzettingen in het oosten. En wij denken dat er de mogelijkheid aanwezig is dat we tot een goede samenwerking kunnen komen om gezamenlijk beide deposits bij de afzettingen te gaan ontwikkelen. Dus dat was het doel van het gesprek. Verder hebben we vanmiddag gesproken over de mogelijkheid om ook op het gebied van olie en gas beter te gaan samenwerken met elkaar. Erbij is gekomen, dat heeft Guyana gevraagd, dat we bosbouw meenemen, bosbeleid. Dus in die mining partnership moeten we dus het ministerie van GBB meenemen. En vanmiddag is er ook gesproken over, over carbon credits. Ja, dus heel veel in het verschiet bilateraal tussen Suriname en Guyana. En, but we make one step at a time. En, maar we denken dat we in de toekomst veel samen zullen kunnen doen. Op maandag 14 februari 2022 zijn vier politiefunctionarissen door minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie benoemd in het verandermanagementteam van het Korps Politie Suriname. De instelling van het managementteam vond plaats op het hoofdbureau van de politie aan de Duisburglaan. Ruben Kensen is bevorderd tot commissaris van politie, terwijl Brian Isaacs en Rishi Akal in een later stadium bevorderd zullen worden. Samen met Stanley Shangur, die reeds benoemd is tot commissaris van politie, vormen de vier functionarissen het nieuwe verandermanagementteam van het KPS. Goedemiddag minister. Vandaag is een intermanagementteam KPS ingesteld bestaande uit vier commissarissen. Kunt u mij aangeven welke benoemingen zijn gerealiseerd en met andere woorden welke personen in welke functies? Ja, goedemiddag kijkers en luisteraars. Natuurlijk kan ik dat aangeven. Vanmorgen was ik aan de Duisburglaan om de heer Kensen, hoofdinspecteur Kensen, te bevorderen tot commissaris van politie. Naast hem moeten ook bevorderd worden de hoofdinspecteur van politie Brian Isaacs en ook de hoofdinspecteur Rishi Akal. Samen met Changur, die al commissaris van politie is, vormen deze vier functionarissen het nieuwe interim management team van het Korps Politie Suriname. En waarop is er gelet bij de benoemingen? We hebben gelet op bijvoorbeeld de opvolging binnen de korpsleiding. Het is namelijk zo dat of binnen 3 maanden of binnen 6 maanden, in ieder geval in 2022, dit jaar nog dus, zullen heel wat officieren afzwaaien bij het Korps Politie Suriname.
En daarin moet natuurlijk voorzien worden. Dus we hebben gekeken in wie we zouden kunnen investeren om toch op lange termijn toch nog te kunnen meegaan. En de jongeren die er zijn, om ze binnen te brengen, te ondersteunen met opleidingen, met senior management opleidingen. We denken bijvoorbeeld aan een management development traject. Er zijn enkele jonge officieren die opgeleid moeten worden. En zij zullen dus in de mogelijkheid worden gesteld om deze trainingen, opleidingen, het zij een master's studie, om die te volgen, zodat ze geëquipt worden om de leidinggevende functies binnen het Korps van Suriname in te vullen. En welk pad zal het ministerie bewandelen in verband met de criminaliteitsbestrijding? Ten aanzien van de criminaliteitsbeheersing, we moeten kijken natuurlijk naar de wensen, de noden van de gemeenschap. Sowieso meer politie, meer grijs op straat, daarvoor gaan we zeker. We moeten de aanrijdtijden van de politie wat terugbrengen, zodat de politie eerder op de plek des onheils kan komen. Het zij een inbraak, het zij een aanrijding, een beroving. Dus dat de politie sowieso sneller daar kan komen. Ik zeg altijd, de repressie voor politiezorg is bijna niet zo belangrijk voor de gemeenschap. De preventie is heel belangrijk. Niet wanneer iets gebeurd is, niet wanneer er schade is, niet wanneer er slachtoffers zijn gevallen, moet de politie dan komen om nawerk te doen, nasporing te doen. Nee, de preventie is heel belangrijk. Belangrijk ook is de bijdrage van de gemeenschap daarin, in de politiezorg. En dat gaat ook gebeuren. Middels buurtmanagement gebeuren, die we weer echt nieuw leven zullen blazen. Op maandag 14 februari 2022 is de bestuurskunde week voor de studierichting Public Administration van start gegaan in de Campus Café van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De bestuurskundeweek wordt georganiseerd om op de eerste plaats deze studierichting te profileren met als doel naar buiten toe te treden, zodat de samenleving op de hoogte is van deze studierichting. Ine Apapo, richtingscoördinator van de studierichting Public Administration, geeft aan wat het belang is van de bestuurskundeweek en wat de studierichting PA inhoudt. Bestuurskunde Week, ik denk dat het een belangrijke studie is. En we hebben in een hele relaxe sfeer interactie mogen hebben met de studenten. Hele interessante vragen over de economie, over de verhoudingen met de overheid. Hoe het is om leiding te mogen geven aan een organisatie als de VSB. Nou, heel leuk om met studenten zo'n discussie te hebben. Een geweldig idee dat de RC dit heeft georganiseerd voor onze studenten. Vooral van de studierichting Public Administration. Men weet niet echt van wat deze studierichting inhoudt. Wanneer ze horen Public Administration denken ze vaak van oh, je bent bezig met administratief werk. Terwijl er veel meer daaraan verbonden is. En dat dus dan de bestuurskundeweek is georganiseerd zodat wij basically op de kaart komen van wat die studierichting inhoudt en wat we opgeleid worden om te doen, vind ik een geweldig idee. Een vraaggesprek met meneer Roos zelf. Hij heeft eerlijk antwoord gegeven. Hij was wel heel open. En dat apprecieer ik echt als student om dus dan je vragen te kunnen stellen en dat de persoon gewoon eerlijk antwoord opgeeft. Dus dat vind ik heel prettig. Ja, dat heeft zeker een eye-opener geweest. Omdat ik net ook al zei van het is ruis dat meestal in de samenleving komt. Men heeft een ander beeld over CDS. Maar met dit vraaggesprek zijn er een heleboel onduidelijkheden.
zijn duidelijker geworden. Nou, ik vond het heel leerrijk. Het was een open en eerlijk gesprek, omdat er zoveel ruis ook is in de samenleving met betrekking tot CDS, ook bij de studenten. En meneer Roosveld heeft op een eerlijke manier aangegeven waarvoor het CDS staat, waarmee het CDS bezig is en wat ze nog in het verschiet hebben om het CDS te brengen daar waar ze zouden moeten zijn. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.